Voor mij staat onze allrounder Mo Elhankouri. Hallo Mo. Dat was de laatste thuiswedstrijd in deze seizoen. Gefeliciteerd met jullie thuiswinst tegen Bielefeld en de 3 punten. Aan het einde van het seizoen staan jullie nu op de 11e plaats in de ranglijst. Hoe was het vandaag voor jou? Ja, op zich vandaag de laatste wedstrijd. Ik zelf speelde niet echt heel goed. Maar uiteindelijk, de laatste wedstrijd, die wilden we afsluiten met 3 punten. Gewoon om de fans wat moois te geven hier in het stadion. Dat is gelukt, dus we hebben het goed afgesloten. Perfect. Jullie zullen volgende seizoen ook de 2e Bundesliga spelen. Beschrijf eens het gevoel van spelen voor de fans in dit stadion. Ja, dat is niet normaal. Toen ik hier kwam, toen zei ik het al in mijn eerste interview. Ik zag de fans van vorig jaar toen ze gepromoveerd waren. Had ik op YouTube de fans gezien. En dan om het zelf mee te maken om hier te spelen voor de fans. Als je vandaag zag hoe ze op een gegeven moment rond de 80ste minuut bleven zingen. Ja, dat is ongekend. Dat is niet normaal. Niet normaal gevoel en heel bijzonder. En ik ben blij dat ik... daar deel van mag uitmaken. Je hebt dit seizoen nu 2 goals gescoord. In Kaiserslautern en in Hamburg. En bijna 1 goal tegen Nuremberg. Welk was voor jou de mooiste? Voor mij was HSV wel de mooiste natuurlijk. Omdat je kent de HSV al sinds je klein bent. Is een grote club. Mooi stadion. En dan een uitwedstrijd om daar te scoren. Was ook de eerste doelpunt waardoor we gelijk goed in de wedstrijd zaten. Dus ja, dat was voor mij wel de mooiste doelpunt. En wat was je mooiste moment in dit seizoen bij de eerste FC Magdeburg? Ja, mooiste moment, dat is, spreekt voor zich. Dat is Klassenerhalt. Dat we historie hebben bereikt hier met het team. Ja, dus de Klassenerhalt was het mooiste van dit seizoen. Het seizoen is nu voorbij en de zomervakantie komt eraan. Wat ben je van plan te doen? Heb je iets leuks gepland met je gezin? Nee, ik heb eigenlijk nog niks gepland. Dat komt omdat mijn vrouw zwanger is. En, dus de tweede kindje die komt eraan. Dus ik heb nog niks gepland voor het geval dat ik erbij moet zijn. Of ja, je weet maar nooit wanneer ze gaat bevallen. Dus nog niks gepland, maar ik ga wel mijn rust pakken. Dat is leuk. We kijken er echt naar uit om je hier in de nieuwe seizoen weer spelen te zien. En hartelijk dank voor het interview. Jij bedankt.